Tamino. Allemaal mensen die helemaal wild zijn van het feit dat je hier bent en dat je debuutalbum uitkomt. Ja, dat is waanzinnig. Dank u, iedereen. Maar hoe ga je daarmee om? Want je wordt, als ik me niet vergis, volgende week pas 22. Ja, dat klopt. Ja. Nee, dat is best wel jong om zoveel, ik zou bijna willen zeggen, volgelingen te hebben. Ah, zo, ja. Weet je, ik ga er gewoon vanuit dat het om de muziek gaat. En ik denk, ja, dat mij... Dat vind ik niet zo'n gek idee, omdat ik weet wat dat muziek met mij kan doen. En hoezeer dat aan mij kan raken. En, maar ik vind iets, het concept van dat om mij, om persoon gaat, dat volg ik niet. Ik vind het gaat echt om de muziek. Ja, precies. Dat heb je zelf ook nooit gedaan. Nee. Toen je fan was van artiesten, dat je de persoon zelf vooraf goot. Nee. Dat ging echt... Het ging altijd om de muziek, ja. Heb je daar een paar voorbeelden van eigenlijk? Oh ja, ja, sowieso, maar zoveel, ja, echt heel veel. Ik ben nu aan het denken aan een voorbeeld van zo'n artiest die eigenlijk echt een slechte persoon is, maar wiens muziek ik wel... Jim Morrison van The Doors, dat is echt een lul van een fan. Was dat een lul? Ja, ja. Oh, wel, zijn muziek vind ik ook heel mooi, ja. Ja, nu om niet te zeggen, nu is het eigenlijk heel raar, omdat... Nu lijkt dat ik ook naar een klootzak ben. Ja, precies. Nee, dat is echt helemaal niet waar. Mijn volgende vraag eigenlijk gaat erover. Zo jong, in 1,5 jaar sinds Habibi, wat eigenlijk jouw grote doorbraak is geweest, is daar heel veel gebeurd. Sta je er eigenlijk wel bij stil of ga je gewoon maar mee in de stroom en zie je maar wat er gebeurt? Ja, het is eigenlijk vooral dat eigenlijk. Het is dat laatste zo echt meegaan in een soort, het is precies een rollercoaster die zo niet stopt. En er is eigenlijk weinig tijd om na te denken en te reflecteren op alles wat er gebeurd is. Ja, het is omdat het zo blijft gaan en er is altijd wel iets nieuws om mij op te focussen. En het gaat eigenlijk vooral daarom, echt zo een focus behouden en blijven gaan eigenlijk, ja. En hoe ontspan je dan? Bijvoorbeeld, hoe ga je het uitkomen van je album aanstaande vrijdag vieren? Geen idee. Ik vraag me af wanneer de tijd komt om het te vieren. Maar, het is wel een heel... We doen zo'n exclusieve showcase in België voor... Zo voor maar 100 man of zo. En dat vind ik wel leuk om dat dan in een kleine kring te vieren of zo. Maar dat is alsnog een optreden. En ik weet het niet. Misschien over 2 jaar kan ik het vieren wanneer het de meeste drukte is gaan liggen. Word je geleefd? Ik vind dat een rare term, want kies er zelf voor. Allee, kies zelf voor dit leven en voor alles wat daarbij hoort. Maar ik ben ook heel dankbaar dat ik dat mag doen, want ik denk dat niet veel mensen daar de kans tot hebben. En, dat is logisch dat er wat, alleen dat een heel druk bestaan is, maar daar kies ik ook voor. Maar ja, dat wist je niet van tevoren toen je eraan begon, want je bent begonnen uit liefde voor muziek. Dat is waar, dat is waar. Ja, dat is wel waar dat je zegt. Je begint in je kamertje, je begint een beetje muziek te maken en dan op een gegeven moment... Gebeurt dat allemaal? En dan, eens dat je het weet, ja, dan kun je wel een keuze maken van blijf ik dit doen of niet. En ik kies ervoor om het wel te blijven doen, omdat ik het uit passie. Ja. Nou, en Tamino, er zijn heel veel mensen echt heel erg blij om. De hele 3FM inbox die loopt vol. Op je debuutalbum Amir staan liedjes die ook al op je EP stonden, Habibi. Ja. 3 tracks, blijf je die... Waarom heb je die weer met je meegenomen? Hoe gaat het? Want ze klinken ook iets anders volgens mij. Een andere versies. Klopt, dat klopt. Dus eigenlijk... Toen ik die nummers had opgenomen op mijn allereerste EP... Dan was ik wel als songwriter redelijk gevorderd. Maar op productievlak wist ik nog niet hoe ik wou per se. En ik vond ook wel de nummers sterk genoeg om mee met mij te groeien eigenlijk. En om een nieuwe versie... Laat ik het zo zeggen, het volledige potentieel uit die nummers te halen eigenlijk. Dat wou ik wel, ik wou die kans geven aan die liedjes. En ik vind het ook wel mooi dat ze dan ook nog op mijn debuutalbum staan. Omdat dat zijn toch, een langspeelplaat is toch wat het meest herinnerd wordt, vind ik ook wel. Dus
ja, ik vond het belangrijk dat die meekwamen naar mijn debuutalbum. Ja. En had je, zeg maar, vind je het leuk om de luisteraar dan mee te nemen op die reis? Of denk je achteraf, ik had het liever in één keer perfect gedaan, bijvoorbeeld met Habibi en met Cigar? Met één nummer? Ja. Of, nee, ik vind het eigenlijk wel fijn. Ik denk dat ik te veel verschillende kanten heb misschien dan als artiest. En dat ik een plaat waar eigenlijk perfect voor is om een bepaalde reis te beleven eigenlijk. Ik hou van dynamiek, ik hou van contrast en tegengestelden. En dat heb ik allemaal wel in die plaat kunnen leggen eigenlijk. Ja. Wat is een groot contrast binnen jou als persoon? misschien, ja, dat is eigenlijk ook wel een van de grote thema's op de plaat, is eigenlijk een soort van conflict tussen een romantiek en een apathie, een soort van nihilisme-achtig iets. Ik denk dat, ja. Moet je wel iets verder uitleggen, denk ik. Wel ja, er is een bepaald soort romantiek die alles heel mooi maakt en mooier misschien zelfs dan het is en die ook kan doen zweven, maar daardoor ben je ook heel kwetsbaar omdat je elk moment kunt vallen eigenlijk. En dan is er een soort apathie tot alles. Dat is meer een soort alles aan je voorbij laten gaan. Je kunt dat niet aanraken, je beleeft die schoonheid niet meer, je bent niet meer alert voor de mooie dingen rondom je. En dat zijn twee enorme tegengestelden en dat zit heel hard ook in de teksten eigenlijk, omdat dat komt natuurlijk vanuit mij, maar ik vind dat ook gewoon een mooi thema om over te schrijven. Ja. In dat opzicht was het eigenlijk ook wel logisch geweest als er een track op had gestaan die Icarus had geheten. Dat staat er niet op, maar wat er wel op staat is een nummer dat heet So It Goes. En dat is eigenlijk een heel groot, een groot nummer eigenlijk, soundgewijs, met een Arabisch orkest. En het klinkt heel romantisch, maar de tekst, als je daarop inzoomt, dan zie je dat het eigenlijk gaat over niks voelen, over de mooie dingen aan je voorbij te laten gaan. Dus je tegensteldheid zit dan weer in zo'n soort nummer. Ja. Die ga je hier niet spelen? Nee. Wat ga je nu doen, Tamina? Ik ga nu Persephone spelen. Dat is, en dat is een nummer waar ik ook wel heel blij mee ben. Ja. Waarom ben je daar gehecht aan? Misschien is het wel een van de meer persoonlijke nummers van de plaat, maar ik heb ook een soort van link gelegd met een Griekse mythe. En een beetje om mezelf te verschuilen achter Hades, een figuur, de god uit het dodenrijk, ja. Maar ook wel gewoon omdat ik dat heel mooi vind, om die symboliek te gebruiken. En omdat iedereen die verhalen kent, toch heel veel mensen kennen die verhalen. En ik denk dat je dan en met het juiste oor naar zo'n nummer luistert. En ook gewoon, dan besef je dat wat ik bezing, dat ook iets universeel is. Ik hoop gewoon vooral niet dat mensen naar mij luisteren en zoiets hebben van, oei, wat heeft Tamino nu weer meegemaakt? Gewoon, ik hoop dat ze er vooral iets van zichzelf in kunnen horen. Maar is het dan eigenlijk zo, als ik het goed interpreteer, dat je eigenlijk iets heel persoonlijks, bijvoorbeeld het verliezen van iemand, dat je daar graag een liedje over wilde maken en dat je dat dus in een afstandelijke vorm hebt gedaan door het in een mythologie? Wel, dat nummer, het gaat niet per se over het verlies van iemand, maar het is wat ik denk ik vooral merkte was dat dat ik me vooral niet echt comfortabel voelde met zonder die link te leggen, denk ik. Maar dat is wel heel natuurlijk gebeurd. Ik had denk ik die week zelfs nog die mythe nog eens herlezen of zo. Of een samenvatting ervan. En dan kwam dat gewoon ineens in me op. En ik denk dat voor mij ook gewoon een extra waarde aan het nummer gaf. Ja. Dat een extra dimensie, een extra gelaagdheid. En ik hou van gelaagdheid. Ja, dat is wel duidelijk.